Hey, yo, what's up mensen? Nieuwk hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op Minecraft Feed the Beast. En vandaag wil ik eigenlijk verder gaan met onze Steve Card. Waarin in de vorige episode hadden we een heel klein beginnetje gemaakt. Waarin een beetje de schets van de baan gemaakt en die gaan we vandaag afmaken. Maar in de vorige episode zei ik al dat ik wat meer iron nodig had om te kunnen beginnen aan ons project. En dat heb ik in de tussentijd even gedaan. Je had het misschien al kunnen zien aan mijn level, want ik ben opnieuw level 36. Wel nice. En hier is de buit wat ik allemaal heb opgestreken. Even kijken, ongeveer 3 stacks met iron. Toch ook weer 2,5 stack met goud, koper, tin. En ik heb ook heel veel diamonds gevonden. Dat wil ik ook even laten zien. Ik had geloof ik 48 diamonds gevonden of zo. Echt ontzettend veel. Maar ja, sowieso is diamond eigenlijk nooit echt mijn probleem op de server. Meestal ligt mijn probleem een beetje in de koper en zo. Dat heb ik altijd heel weinig. En dat heb ik nu ook weer heel weinig. Kijk maar, ik heb nu niet eens 1 stack koper. Dus daar liggen eigenlijk de problemen voor mij. Maar goed, laten we maar gewoon lekker gaan beginnen met Steve's cards. En wat we nodig hebben als allereerste is een card assembler. Met de card assembler kunnen we namelijk minecarts maken. En kunnen we dus onze allereerste Steve in elkaar gaan knutselen. Hiervoor hebben we wat smoothstone nodig. Wat iron en simple PCB's. En die simple PCB's ga je nog vaak zien vandaag. Dat is echt gewoon de basis van Steve's cards. Hebben we wat goud, redstone en iron nodig. Even kijken, oh hier ligt niet al ons iron. Dat maakt niet uit. We pakken gewoon even een stukje goud en wat redstone. En pakken we daar nog even wat iron vandaan. En ik gooi iets op de grond, ik weet alleen niet wat. Even kijken, oh ik gooi mijn zwaard op de grond. Oké, dan gaan we eerst even wat van die simple PCB's in elkaar zetten. Deze dus. Hoeveel doen we er? We maken ze allemaal, fuck dat. 16 is wel voldoende voor nu, denk ik, voor vandaag. Oké, we hadden nog wat smoothstone nodig, dus dat gaan we eventjes smelten. En dan hebben we ook wat smoothstone. En dan gaan we nu onze allereerste card assembler in elkaar zetten. Hoppakee, en dan hebben we hem. Even kijken, waar gaan we dit dingetje neerzetten? Ik zit eraan te denken om hier een machines te plaatsen die geen energie nodig hebben. Dat we dit gewoon een beetje als algemene kamer maken waar we kunnen craften. En waar we onze dingen in elkaar kunnen gaan flansen waar we dus geen stroom voor nodig hebben. We zetten hem gewoon hier, wat maakt het ook uit. En als je een rechtermuisknop doet, dan zie je een interface. Die kennen jullie misschien nog wel van vorig seizoen. De bedoeling is nu om hier een minecart hull in te doen. Kijk maar, er staat hier ook, to start making a cart, please add a cart hull. En je hebt 3 soorten cart hulls. Gaan we even oproepen. Hull. Hier zo. Je hebt namelijk de standaard wooden hull. Die raad ik echt niet aan. Daar kan je zo weinig mee. Dat is gewoon echt het maken niet waard eigenlijk. Je hebt een standard hull. Die gaan wij vandaag maken. Die is te maken met wat iron. En je hebt een reinforced hull. Je hebt hier achter ook nog wat hulls. Maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Die heb ik nog nooit gebruikt. Hé, hey, Gorgon hull. Dat is volgens mij gewoon de allerbeste. Die heb ik echt nog nooit gebruikt. Maar die zal je ook bijna nooit gebruiken. Omdat je daar zo ongelooflijk veel op kan zetten. Zoveel is er onder dat niet eens. Maar wij gaan ons dit seizoen eigenlijk alleen maar bezighouden met de standard hull. En met deze reinforced hull. Vandaag beginnen we dus met de standard hull. Die maken we met wat iron en met wat iron wheels. Gaan we dat eerst even maken. Dan hebben we wat hout voor nodig. Zit ons hout hierin. Dan hebben we wat sticks. Die plaatsen we op deze manier in het midden wat iron. En dat geeft ons wat iron wheels. Hoppakee. En dan kunnen we onze allereerste cart hull gaan maken. Gewoon op deze manier. Hoppa. En dan hebben we onze allereerste standard hull. En dan zie je inderdaad allemaal wat erop kan. Modular capacity. 200. Bla bla. Weet je, we gaan hem gewoon in de cart assembler doen. En gaan kijken wat we ermee kunnen. Hoppakee. En dan zal je dit hier in de interface zien. Dan zie je hier precies wat de cart allemaal kan eigenlijk. En nu onze cart hull erin zit, kunnen we gaan beginnen met het bouwen van onze allereerste Steve cart. En vorig seizoen heb ik ook al zo'n Steve Tree Farm gemaakt. Ik ga dit seizoen ga ik het anders aanpakken, zodat het gewoon voor iedereen leuk blijft om te kijken. Ik ga echt nieuwe dingen toepassen hierop. Dat gaan we gewoon allemaal gedurende deze episode zien. Allereerst gaan we gewoon beginnen met de engines. We gaan namelijk een coal engine maken. En die is heel simpel te maken. Hier zo. Die maken we met wat iron, een furnace en 2 pistons. En dan is onze coal engine binnen. Hoppakee. En je ziet eigenlijk als je je muis gewoon ophoudt, dan zie je dat het als type dat het een engine is. Dus daaraan kan je gewoon afleiden dat hij bij de engines moet. Elke tool die we gaan maken vandaag staat zo'n titeltje onder, dus je weet precies waar je hem kan plaatsen. Dat is gelukkig heel makkelijk gemaakt. Oké, dan gaan we nu op naar de tool, want we gaan natuurlijk een tree farm maken. Wat we dus als tool erop willen is natuurlijk een tool die bomen kan wegkappen. En die komt dan in de vorm van een woodcutter. Ik zal even opzoeken. Je hebt namelijk 3 verschillende soorten cutters. Kijk, je hebt een basic woodcutter, je hebt een hardened woodcutter. En je hebt een Galgadorian woodcutter. Blijft een lastig woord. Maar wij gaan natuurlijk gewoon vandaag beginnen met de basic woodcutter. Want deze hardened woodcutter kan eigenlijk alleen maar op de hulls die van een hoger level zijn. Dus die reinforced hull en zo. Vandaag gaan we ons dus bezighouden met deze basic woodcutter. Want dat is eigenlijk de enige woodcutter die op deze kaart kan worden gezet. Hiervoor hebben we 5 sawblades nodig. Een woodcutting core en wat iron. Oké, sawblades maak ik op deze manier. Zo, dan hebben we die alvast binnen. Wat we nog meer nodig hebben is dit, de woodcutting core. Die maak je met een advanced PCB. En zoals ik al zei, heb je dus heel veel van die simple PCB's nodig. Hoppakee, die hebben we alvast binnen.
En dan moeten we alleen nog eventjes volgens mij een sapling hebben. Of 8 saplings zelfs. Ja, 8 saplings, dat is geen probleem. Want we hebben natuurlijk in het begin, helemaal in het begin van het seizoen, hebben we een tool gemaakt. En die komt in de vorm van een force mitts. En met die force mitts kunnen de bomen gewoon heel snel weggehakt worden. En kunnen we dus heel snel saplings gaan vangen. Hier hebben we dan een paar. Hoppa. Holy shit, dat gaat heel snel zo. Even kijken, een appeltje. Hoeveel saplings hebben we al? Oh, we hebben al 9. Dat kunnen we allemaal maken. Nice. Die force mitts zijn echt zwaar goed. Gewoon alles van de force van Darkcraft is gewoon echt ongelooflijk goed, vind ik zelf. Hoppakee. En doen we zo'n advanced PCB. En dan hebben we de basic woodcutting core. En volgens mij kunnen we hem dan al maken, toch? Ja. Oké, dan hebben we die binnen. En zoals ik al zei, hier staat ook weer een type bij. Namelijk als type hebben we een tool. Oké. Tool. Die plakken we daar. En dan zie je hem eigenlijk al gewoon meteen op de minecart verschijnen. Nice. Dan gaan we nu over naar de storage. Want we willen namelijk een aantal side chests erop maken. Of eigenlijk één side chest. Zodat natuurlijk gewoon de dingen die hij gaat verzamelen. Zoals saplings, hout, appels. Dat hij die gewoon in de side chest kan gooien. Dat hij gewoon opslagruimte heeft. En die maak je met van deze chest paints. Dan hebben we wat van die chest paints. Dan maken we allereerst wat van die iets grotere large chest paints. Daar hebben we er 2 voor nodig, geloof ik. En dan maken we het af met van die large chest paints. Echt een hele huge chest paints. Oké. Daar hebben we er volgens mij 4 voor nodig. Dat past op deze manier niet. Zo. En dan doen we aan de buitenkant de huge chest paints. Zo. En dan hier de large. En afmaken met die. En dan doen we in het midden nog die chest lock. En dan hebben we hem de side chest. Nice. En die zit ook weer bij type storage. Mooi. Dan kunnen we die er ook alvast opgooien. En het enige wat we nu eigenlijk nog nodig hebben is een add-on. En die add-on komt er in de vorm van een smelter. Dat is namelijk het nieuwe gedeelte van deze Steve card. Die heb ik in het vorige seizoen niet gebruikt. Deze, de Advanced Smelter. Die maken we met een Advanced PCB, 2 van die Simple PCB's, een Diamond en ook nog deze. Die maken we met een Furnace en een Simple PCB. Oké, dan maken we dat eerst even. Zo. Die hier zo. Chest combineren we met deze. Dan hebben we er zo een Smelter. Dan doen we er boven de Diamond. Dan doen we hier de Advanced PCB. Daaronder de Smelter en afmaken met 2 Simple PCB's. Geef ons de Advanced Smelter. Mooi. Oké, die gaan we er ook op gooien. En hop. En hoe lang duurt het nu om te maken? 27 minuten maar liefst om die kaart in elkaar te gaan knutselen. In de tussentijd gaan wij nog een aantal leuke dingetjes doen. In het vorige seizoen had ik namelijk ook nog een solar panel engine erop. Zodat als de zon onder was dat de Steve card ook nog doorging. Maar daar heb ik in dit seizoen iets anders op gevonden. Daar komen we allemaal zo meteen op. We gaan er nu wat kool in gooien. Even kijken, heb ik hier nog wat kool? Ja, 48, dat is denk ik al voldoende. Dan doen we hier de kool. En assemble die shit. Oké, dan gaat hij maken. Duurt het dus 27 minuten maar liefst totdat die kaart klaar is. Maar in de tussentijd kunnen wij alvast een aantal leuke dingen gaan doen. Allereerst ga ik slapen, want het is donker. En dan zal ik jullie eventjes het gebouwtje laten zien. En dan heb ik geslapen en dan ga ik jullie nu eventjes mijn gebouwtje laten zien. Het is een heel simpel gebouwtje. Maar hoe ga ik hem nou eigenlijk gebruiken? Nou, ik ben van plan om zometeen hier een beheerpaneel te gaan maken. Hier ergens in het hoekje. Vervolgens wil ik het gaan sorteren. Dan maak ik hier wat barrels. Dan ga ik daar de saplings en het hout in verzamelen. En de appels ga ik direct naar mijn ME-systeem transporteren. Want dat gaat natuurlijk gewoon gebruikt worden als voedsel. En aangezien ik heel vaak voedseltekort kom, is het best wel handig en komt dit echt precies op tijd. Oké, dan ga ik nog eventjes wat van die tracks maken en dan ga ik onze baan afmaken. Oké, dan heb ik nog wat van die tracks erbij gemaakt. En dan wil ik even kijken hoe ik dit wil gaan doen. Sowieso wil ik hem hier langs laten lopen. Even kijken, op deze manier. Zo, en waar wil ik dan ongeveer de bocht gaan maken? Ik denk hier ongeveer, ja. Lijkt me een perfect plan. Hey, kom eens even terug, hè. Zo, en dan wil ik het op deze manier terug naar ons stationnetje gaan leiden. Ik moet zo meteen nog wel even nieuwe tracks maken, maar dat komt helemaal goed. Zo, en dan wil ik het hier weer naar binnen toe leiden. En dan wil ik hier dus het beheringspaneel maken. En die komt er dus in de vorm van een pam 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 pam. We gaan de mod er even bij roepen. Steve Scarts. Hier is hij. En dan wil ik het natuurlijk hier naartoe leiden. Naar de cargo manager. Mensen van het vorige seizoen die kennen hem nog wel. Dit is namelijk hetgene waar je alle items in dumpt van onze Steve Cart eigenlijk. Zometeen gaat het gewoon de praktijk zich allemaal uitwijzen. Daar komen we allemaal zo meteen op. We willen hem eerst even in elkaar gaan zetten. En dat doen we op de volgende manier. Oké, dat gaan we even maken. En dan gaan we de cargo manager nu in elkaar zetten. In het midden doen we de large dynamic pane. Aan de buitenkant doen we deze. En aan de binnenkant doen we de huge. Hoppakee, dan hebben we de cargo manager binnen. Dan gaan we ons station nu binnen en dan plaatsen we, laten we zeggen, hier de cargo manager. Dan is nu natuurlijk de bedoeling dat we hier een speciale rail voor plaatsen. Waardoor de Steve card kan communiceren met deze cargo manager. En die komt er in de vorm van de advanced detector rail. Gaan we er ook even bij halen. Advanced detector rail, deze. En die maak ik als volgt met 2 pressure plates met wat iron en een redstone. Oké, dat is heel simpel. Dat is echt enorm simpel. Die gaan we ook even snel in elkaar zetten. Heb ik wat redstone bij me? Ja, ik heb nog wat redstone bij me. Dan moet ik alleen nog eventjes 2 pressure plates maken. Ja. En volgens mij was het dan zo, redstone in het midden en dan afmaken met wat iron. Ja, volgens mij wel. Ja.
En hebben we de Advanced Detector Rail, hebben we er maar eentje nodig. Die gaan we dus voor onze Cargo Manager plaatsen. En dat is hier. En dan is het eigenlijk nu alleen maar een kwestie van de baan afmaken. Dat is niet heel lastig natuurlijk. En dan moeten we nog eventjes wachten op onze Steve Card. Maar natuurlijk gaan wij in de tussentijd niet stilzitten. Wij gaan alvast een beetje hier de setup plaatsen hoe we het willen gaan sorteren. En dan maken we de baan op deze manier af. En laten we hem gewoon weer lekker links afslaan. En daarmee is de baan compleet. Nice. Dan gaan we nu eventjes kijken hoe we dit systeem nou eigenlijk allemaal willen gaan automatiseren en willen gaan verwerken en zo. Oké, wat eigenlijk mijn plan is om hier een wooden transportpipe met een gate te gaan maken. Die gate kom ik zo meteen op. Die ga ik zo meteen maken door middel van een assembly table die we 2 episodes geleden hebben gemaakt of zo. Vervolgens wil ik het door middel van golden pipes, wil ik het hier naartoe gaan leiden. Dan wil ik hier een diamond pipe maken. Die gaat dan 3 kanten op. Eentje gaat daarachter langs, die komt in een chest. En via die chest komt dat daar in mijn ME systeem. Daar gaan dus de appels heen. De 2 andere kanten wil ik hier naar beneden laten leiden. En hier komen dan de saplings. Plus de andere kant op laten leiden. En hier komen dan, komt dan het hout. Oké. En dat hout en die saplings komen dus in barrels. Die gaan we zo meteen even maken. Dat is dus eigenlijk een beetje mijn idee van hoe ik dit wil allemaal gaan sorteren en oplossen en zo. En de allereerste gate die we dit seizoen gaan maken, dat is de Atorche Gate. Hierzo, die maak je met een normale gate met een redstone iron chipset en een pulsating chipset. En de Atorche Gate is in staat om een wooden transportpipe een signaal te geven waardoor alle items uit een bepaalde inventory worden getrokken, zeg maar. Dan kom ik zo meteen op, dat zie je allemaal in de praktijk en zo. Ik ga hem eerst even maken, die maken we dus met een normale gate. Hiervoor hebben we een redstone chipset nodig, die zet er als goed is nog in. Zo, dan doen we die redstone chipset weer hier en dan maken we een normale gate. Dit kan wel eventjes gaan duren, aangezien we maar 3 lasers hebben. Misschien is het een handig idee als ik er nog wat bij maak. Nou, we hebben niet zoveel energie. We laten het gewoon eventjes hierbij. Oké, die normale gate is nu bezig. Wat hebben we nog meer nodig? Een pulsating chipset, die maak je met een enderpearl en met redstone. En als laatste hebben we nog een redstone iron chipset nodig. Die maak je gewoon weg met iron en een, en een redstone. Oké. Ik ga die ook even in doen. Zo. En een redstone. Dan maken we die. En als laatste plaatsen we hier een enderpearl en een stukje redstone. En dan kunnen we ook deze pulsating chipset gaan maken. Oké. Hij is nu geloof ik de redstone iron chipset aan het maken. En dan zal hij daarna de pulsating chipset maken. En die gate is al klaar. Nice. Weet je, die laten we gewoon even hier zitten. Mooi. Dan kunnen wij ons nu gaan richten op het volgende. Namelijk op een diamond transport pipe. En die maak je met 2 diamonds en in het midden glas. Hoppakee. Wat hadden we nog meer nodig, zei ik? Wat golden transport pipes. En een wooden transport pipe. Zo. Hebben we dat allemaal binnen. En dan kunnen we alvast een beetje gaan setupen. Gaan we naar ons stationnetje toe. Hoe wil ik dit ongeveer gaan doen? Nou, ik wil vanaf... Ik weet echt niet zeker of je vanaf de bovenkant kan outputten. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dat zou ik moeten checken. Dat is gewoon een kwestie van proberen. Anders kunnen we het altijd via de achterkant laten lopen. Maar voor nu doen we het gewoon eventjes hierboven. Hij connect wel, dus ik denk het haast wel. Dan gaan we hierboven de golden transport pipe plaatsen. En dan maken we het hoekje hier een diamond transport pipe. En die diamond transport pipe kan je openen met rechtermuisknop. En het is eigenlijk gewoon een heel filtersysteem. Oké, dan ga ik die even weghalen als allereerste. Die gaat weg, zo. En dan maak ik hier een golden transport pipe. Hier een golden transport pipe. En aan de achterkant daar ook nog een golden transport pipe. Even kijken, die moet dan hier uitkomen als het goed is. En dan plaatsen we de laatste transport pipe plaatsen we hier. Zo, nu kan hij 3 kanten op. Namelijk het groene pad, het blauwe pad en het zwarte pad. Oké, hoe gaan we dit invullen? Heb ik appel bij me? Ja. De appels wil ik hierin naartoe transporteren. Die komen namelijk in een chest. Die gaan we zo meteen even maken. Weet je, die maken we gewoon meteen door middel van de medium stone C. En dan kunnen we meteen een chest maken hier. Hoppakee. En het wordt wel donker, dus ik moet wel een beetje op gaan letten. Zo, dan plaatsen we hier een chest. En dan zullen alle appels hierin verdwijnen. Tenminste, als we natuurlijk eerst het blauwe pad voor appels maken. Hoppakee. Dan zullen alle appels het blauwe pad kiezen en dus in deze chest terechtkomen. Het groene pad, daar wil ik of de saplings of het hout maken. Ik denk daar gewoon het hout maken. Dus doen we het, kijk, het groene pad doen we daar het hout. Zo. En ons pad zwart, daar doen we de saplings. Die moet ik even uit mijn immuunsysteem pakken. Geen probleem, dan kunnen we ook meteen gaan slapen. En dan plaatsen we ook de saplings in ons filtersysteempje. En dan is het nu helemaal ready to go. Het groene pad wordt gekozen door het hout. Het blauwe pad door de appels. En het zwarte pad wordt gekozen door de oak saplings. Dan moeten we nu nog eventjes wat barrels hier gaan maken. En ik bedenk me nu dat ik die het hele vorige seizoen helemaal niet gebruikt heb. Holy shit, dat is best wel triest eigenlijk. Want barrels zijn echt ongelooflijk goed eigenlijk. Zo, hebben we wat oak slabs. Die hebben we nodig voor die barrels. Barrel, hoppakee. Kunnen we hem al maken? Ja. En hebben we er 2 van nodig. Zo. En denk er wel altijd aan dat barrels altijd aan de bovenkant geïnput worden. Vanaf de zijkanten zal het niet gaan werken. Dus bedenk je gewoon altijd, het moet via de bovenkant. Zo. Even kijken. Dan moet ik alleen nog wat golden transport pipes maken. En dan ga ik ook eventjes koekeloeren hoe ver onze Steve Card is. We zijn wel een tijdje verder. Oh, hij is bijna klaar nog. 1 minuut.
Holy shit, ben ik al 70 minuten bezig? De tijd vliegt echt voorbij, jongens, als je Minecraft speelt. Oké, doen we eventjes alle dingen die we niet nodig hebben in het Emmy-systeem. Die hebben we even niet nodig, die niet. Die niet, die niet. Zo, dan is het wel oké voor nu. Wat ga ik ook even maken? Oh ja, golden transport pipes. Glas in het midden. En hier nog eventjes 2 goud. En hebben we weer golden transport pipes ready to go. En dan kunnen we ons sorteersysteem af gaan maken. Ja. Plaatsen we hier een golden transport pipe en hier nog een paar. Oké, okay, dan werkt het op dit moment denk ik wel aardig. En dan kunnen we nu zometeen onze Steve Card op gaan halen. En dan gaan we kijken of alles werkt. Dan ga ik ook even uitleggen hoe onze Steve Card eigenlijk werkt. Want dat is natuurlijk ook wel erg belangrijk. Onze jetpack is opgeladen. Dan is alleen maar even een kwestie van onze Torture Gate maken. En onze Steve Card pakken. En dan zijn we echt gewoon helemaal klaar om te gaan beginnen. Waar is hij? Mayday is nou. Hij heeft nog 20 seconden moet hij. En hij heeft geen call meer. Oké, okay, nice. Gelukkig heb ik hier nog wat. Het zou toch echt wat zijn geweest als ik geen call meer had nu, hè? Dan was ik gewoon nog 20 seconden verwijderd van mijn Steve Card en dan deed hij het niet meer. Nice. Oké, okay, maar dan moeten we hier nog even op wachten. En dan is hij klaar voor gebruik. Ja, ik denk dat ik wel gewoon wat tevreden ben met hoe het systeem waarschijnlijk gaat werken. Het enige wat we nog nodig hebben zijn een paar saplings. Die ga ik in de tussentijd eventjes pakken. Pakken onze Force Mitsen weer bij. Die zijn zo verzameld, die saplings. We hebben denk ik een stekje nodig en daarna zal het allemaal gewoon automatisch gaan werken. Ja, dan gaan we hier wat saplings vandaan kapen. Hoppakee. Zo, we hebben nu denk ik wel genoeg saplings verzameld. We hebben een stack ruim. Nice, oké. Okay. Gaan we eerst eventjes wat eten. Kijk, nu zijn allemaal bomen kaal. Het ziet er eigenlijk voor geen meter uit. Nou, we nemen het hout later wel mee. Ik ga eerst even wat eten. Zo. Dan ga ik mijn gate in ontvangst nemen. En dan kunnen we eindelijk gaan zien hoe onze Steve Card het gaat doen. Want ik ben best wel benieuwd. Ik heb dit idee niet getest, maar ik neem aan dat het gewoon werkt. Ik schat de kans dat het niet werkt zo'n 5%. En de kans dat het wel werkt zo'n 95%. Waarom doet hij het nou weer niet? Wat Mayday zei, je moet nog 0,05%. Time left 0 seconden en hij heeft een call te weinig. Oké. Okay. Nou ja, maakt niet uit. We hebben onze Steve Card in ieder geval binnen. Nice. Dan gaan we nu onze gate pakken. Hier de Torture Gate. Mooi. Gooi dit even op de grond. Echt, ik heb altijd, elke episode heb ik weer inventory te weinig, jongens. Oh my god. Oké. Okay. Dan gaan we eerst eventjes hier naartoe. Dan gaan we de gate plaatsen op de wooden transport pipe. Hier zo. En dan zorgen we ervoor dat hij gewoon altijd een puls krijgt. Oftewel dat alle items er altijd uitgetrokken worden. Dat doen we door middel van deze optie. Namelijk redstone signaal off. Want we hebben geen redstone signaal. Dus die staat altijd off. Hij zal dus altijd een energy puls gaan geven. Nice. Even kijken. Ben ik tevreden met hoe het op dit moment eruit ziet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we gewoon kunnen gaan beginnen. Dan zetten we onze Steve Card gewoon neer. En dan gaan we eens even kijken naar de interface hiervan. Bam. Hij heeft namelijk coal nodig om te gaan werken. Want we hebben namelijk een coal engine. De woodcutter. Hier zie je gewoon hoeveel procent er nog van over is, want die gaat kapot. Die kan je repareren met diamonds, maar dat is nu nog helemaal niet aan de orde. Dit zijn gewoon de chests waar hij al zijn spullen in opslaat. En dit is de smelter, die we het vorige seizoen dus niet gebruikt hebben. Maar wat we als optie gaan doen is ook wood. Hier zo. En dan zal hij het automatisch omgezet naar charcoal. En wat er dus eigenlijk gaat gebeuren hier, is dat hij hout gaat verzamelen door middel van de tree farm. Vervolgens zet hij een deel van het hout zet hij om in charcoal. En het charcoal wordt automatisch opgenomen door de engine, waardoor hij gewoon automatisch benzine heeft. Dat ziet er best wel epic uit. En dat klinkt allemaal wel epic. We gaan gewoon kijken of het werkt. Oké, dan gaan we eerst eventjes zelf wat charcoal pakken. En dan gaan we dat erin doen. We hebben wat hout gesmolten en dus wat charcoal verzameld. Ik heb ook nog wat oakwood erbij verzameld. En dan kunnen we denk ik gewoon beginnen met onze Steve Card. En dan gaan we kijken of hij het allemaal uit gaat houden. Want we hebben natuurlijk wel een soort van opstartertje nodig. Want hij heeft nu helemaal niks in zich en kan dus niet zo uit zichzelf gaan starten. Hoe we dat gaan doen is door middel van charcoal hier naartoe doen. Dan zal hij het gaan doen. Maar allereerst gaan we hier een stekje met saplings in doen. Heeft hij nog meer nodig? Ik denk het haast niet. Dan kunnen we gewoon gaan beginnen. Plaatsen we hier alleen nog wat oakwood. Zodat hij allereerst eventjes wat charcoal kan gaan maken. En je kan charcoal trouwens hier gewoon regelen. Kijk, hier staat 1, 2, 3, 4, 5. En als je bijvoorbeeld op 5 laat staan. Dan zal hij er altijd voor zorgen dat hier 5 charcoal in blijft zitten. We zetten het eventjes naar 10 toe. Dus ten alle tijde zal er hier 10 charcoal aanwezig zijn. We gaan het er maar gewoon in doen. Hoppakee. En dan gaat hij beginnen met planten. Ja, dan gaat hij al. Nu Steve lekker aan het planten is, kunnen wij even naar de interface gaan kijken van onze cargo manager, want die moeten we nog goed zetten. De kleur die hier naartoe wijst, dat is groen. Dus we moeten de groene kant gaan beheren. Even kijken, dan moeten we de kleur eens veranderen naar groen. Dan zie je hier staan storage slot. Dus alles wat de Steve in zich heeft, dus alle inventory slots, zullen we nu gaan corresponderen met groen. We kunnen hier alleen nog veranderen to the cart of from the cart. We willen natuurlijk dat de inventory gelegen wordt in de cargo manager. Dus we doen hier als optie from the cart. Want to the cart is natuurlijk dat hij van de cargo manager naar de cart toe gaat. Dat willen we natuurlijk niet. We willen van de cart naar deze cargo manager. Oftewel in deze slots. Nice. Even kijken. En dan ben ik toch wel benieuwd of alles werkt. Dat zullen we snel genoeg gaan zien, denk ik. Ik ben best wel tevreden hoe dit eruit ziet.
Dat stationnetje vind ik ook best wel leuk gelukt. En dan gaan we kijken of Steve zometeen iets moois kan gaan doen. Weet je, we laten de bomen even groeien. Dan kan je het helemaal goed zien. Dat doen we natuurlijk door middel van bone meal. Heb ik hier nog wat bones? Volgens mij heb ik hier ook nog wat bones in zitten. Of ligt het in mijn immuunsysteem? Hier heb ik nog heel veel bones zelfs. Holy shit, dat is echt heel veel. Oké, hebben we wat bone meal. Gaan we onze bomen laten groeien. Dat doen we dan. Denk ik gewoon hier. Dat is een boom. Dat is een boom. En dat is een boom. Even kijken wat Steve ermee gaat doen. Daar gaat hij. En Steve gaat de boom inderdaad wegkapen. Wegkappen, hoe je het ook wil noemen. Nice, het werkt gewoon allemaal. Ik vraag me alleen af waarom hier nu kool op de grond geslingerd wordt. Waarom doet hij zo raar? Even bedenken. Ik denk dat hij nu dus 10 kool gaat doen vanaf de beginhoeveelheid. Oftewel dat hij hem dus op... Nee, ik weet echt niet wat hij aan het doen is op dit moment. Nou, dan moeten we maar gewoon een beetje aankijken hoe dit allemaal gaat. In ieder geval, hij doet het. Hij heeft voor altijd stroom, want ja, dit kan natuurlijk niet opgaan. Hij verzamelt hout, zet het automatisch om in charcoal en hij gaat gewoon weer verder. Maar dan ben ik alleen nog even benieuwd wat hij met het hout gaat doen wat hij heeft verzameld. Gaat hij dat hierin stoppen? Ik hoop wel natuurlijk. Ja, dat gaat hierin stoppen. Het hout, dat wordt meteen getransporteerd en als het goed is, komt het dan daarin. Nice, dit werkt gewoon lekker. Ik vraag me alleen af of het ook voor de saplings werkt. Even kijken, waarom doet hij saplings? Ja, dat gaat hij natuurlijk pas inplaatsen. Hij zal de saplings pas in de cargo manager gaan plaatsen, zodra hij echt genoeg saplings heeft. Zodra alle drie de slots hier gevuld zijn met saplings, zal hij het pas in gaan doen. Maar dat is nu nog lang niet aan de orde. Hij moet natuurlijk eerst alles gaan oogsten en zo. Dat is gewoon een kwestie van tijd. En ben ik eigenlijk ook benieuwd wat hij met de appels doet. Weet je, ik ga gewoon even zelf wat appels erin doen. Maar ik denk dat het sorteersysteem gewoon allemaal werkt. Dus als er hier bijvoorbeeld een appel in komt. Zo. Dan moet als het goed is het pad daar naartoe nemen, dan moet het daar in de kist komen. Oh shit, sorry Steve. Ja, dat ging in de kist. Nice, dus laat nu daarin zitten. Ja, daar zit hij in. Oké, dan werkt ons hele sorteersysteem. Dan werkt onze allereerste Steve, die gewoon zelfproducerend zijn energie bij elkaar flanst. En ja, ik ben er best wel tevreden over eigenlijk. Dan is het enige wat ik vandaag nog wil doen, een systeempje maken waardoor de appels direct in mijn ME-systeem komen. Dat doen we natuurlijk door de Basic Import Bus. Dit is er nog niet gebruikt, vorig seizoen natuurlijk wel. Sommigen kennen hem denk ik al. Hiervoor hebben we een ME-cable nodig, een sticky piston en nog zo. Ja, dit. Oké, dit gaat helemaal goed komen. Ik ga dit eventjes maken en dan kom ik zo meteen weer terug. In ieder geval kunnen we voor nu alvast dit maken. En dan hebben we de ME-interface en kunnen we de rest er nog maken? Ik denk dat wel. Alleen de sticky piston moeten we nog even hebben. Dan maken we onze sticky piston. Dan hebben we die alvast binnen. En dan kan ik denk ik alles al maken. Ja, dan kunnen we maken de ME Basic Import Bus. Dan is nu eigenlijk alleen nog zaak om nog wat meer van die ME cables te maken. Dan ga ik die even maken en dan kom ik jullie terug met het allerlaatste gedeelte van deze video. In de tussentijd ben ik nog eventjes naar de nether toe gegaan, want ik heb wat meer nether quartz nodig. En dan kan ik jullie gelijk laten zien hoe mijn pickaxe het doet. Want ik heb natuurlijk al een tripje mee gemined. Ik heb heel veel verzameld. En jullie zagen dat er geen damage op mijn pickaxe had, want hij werkt echt perfect om eerlijk te zijn. Hij herstelt echt gewoon van de schade. Echt best wel snel ook. Kijk, zoals je ziet, hij heeft nu schade. Maar als ik zo meteen waarschijnlijk het einde van de episode ben, zal die gewoon weer helemaal heel zijn. Echt een goed dingetje. Echt een succes is het geworden. Oké, nu ga ik toch echt eventjes die ME-cables maken. Want dat wordt nu echt een hele lange episode alweer. Oké, ben ik zo meteen weer terug. En dan ga ik nu toch echt de ME-cables in elkaar zetten. Dan doen we nog wat Surtis Quartz Dust. Combineren met wat Nether Quartz Dust. En wat Redstone. En dat geeft ons allerlaatste Fluix Dust. Ik ben hier nog wat glasses maken. Holy shit, lag. Nog wat glasses maken. Dus dan doen we nu eventjes die ME-cables maken. We maken ze allemaal. We hebben er nu 43. Is dat voldoende voor nu? We gaan het gewoon eventjes aankijken. Oké, hoe we het als eerste gaan doen is natuurlijk eerst die importbus bij onze chest neerzetten. Want die importbus zorgt ervoor dat de items uit de kist worden getrokken. Die heb je echt per se nodig. Je kan niet gewoon weg een ME-cable eraan plakken, want dat zal niet werken. Je kan dus bijvoorbeeld niet zeg maar zeggen zo, hop, oké, is dat aangesloten? Dat werkt niet. Je moet het echt met een ME-importbus doen. Dan staat hier onze chest en plaatsen we er tegenaan onze ME-importbus. En gaan we het ondergronds natuurlijk door middel van ME-kabels doortrekken naar ons ME-systeem. Het maakt niet uit waar het op aansluit. Gewoon weer de vuistregel van het ME-systeem als het maar op het systeem aangesloten staat. Dus we moeten vanaf hier moeten we even ergens ME-kabels helemaal naar de andere kant toe door gaan trekken. Dus laten we zeggen dat we het ongeveer zo willen doen. Zo, en dan helemaal ondergronds door naar de importbus. Oké, dan plaatsen we de ME-cables helemaal door tot aan mijn ME-systeem. Ik hoop dat ik genoeg heb, want ik heb er echt een aantal nodig. Even kijken. Zorg wel voor dat alles aangesloten staat. Dat heb ik heel vaak gehad. En dacht ik van, heel waarom werkt het nou niet? Maar dan was ik één kabel vergeten ergens tussendoor. Dan was het me niet opgevallen. Ja, even kijken. Hebben we genoeg? Ik denk dat we net genoeg hebben. Of net niet. Het wordt al inmiddels donker, dus ook even een beetje opschieten. Maar ik denk net dat we net niet genoeg hebben. En dan hoop ik dat we met deze 15 ME-cables wel het cirkeltje rond kunnen krijgen. Even kijken, waar was ik gebleven? Hier ergens, toch? Ja.
hier volgens mij. Ik heb het inmiddels al een beetje dichtgemaakt. Dus ik vind het er best wel goed uitzien op dit moment. Niemand ziet dat er MI-kabels zitten. Tenzij het weet natuurlijk, maar... Even kijken, zo. Komen we uit, komen we uit, komen we uit. Spannend. Nee, we gaan net niet uitkomen, denk ik. Even kijken, misschien net wel, misschien net niet. Even kijken, hier zo, hier zo, hier zo. En hebben we nou serieus één te weinig? Ja, we hebben er één te weinig. Fuck my life. Oké, dan hebben we nu denk ik wel genoeg. Oké, dan doen we voor de laatste keer doen we hier wat Fluix dus. En dan afmaken met wat glas. En dan hebben we eindelijk de MI-kabels ervoor. Lekker hoor. Even kijken, op dit moment zit er in dit systeem, hoeveel appels zitten er? 2, die gaan we er allemaal uithalen. Dus nu zitten er op dit moment 0 appels in het systeem. Zo kunnen we zo meteen testen of alles het doet. We gaan nu het cirkeltje rondmaken. Kabam. En even kijken of het nu werkt. Dan gaan we eerst even naar de chest toe, kijken of daar alle appels uit zijn. Tenminste dat die er op dit moment uit gaan. Ja, de appels gaan er op dit moment uit. Dan neem ik aan dat alles werkt en dat nu alles in mijn MI-systeem zit. En dat we vanaf hier het voedsel kunnen beheren. Appels, ja, 24 appels. En hebben we appels in het MI-systeem. Hier werkt ook alles goed. We gaan kijken hoe het er op dit moment voor staat. Hey, waarschijnlijk zit er... Ja, kijk, de slots met saplings zitten vol. Dus vanaf nu gaan we ook saplings verzamelen. Hier hebben we hout. De appel zit in het MI-systeem. We gaan ermee stoppen, jongens. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Als je dit een leuke video vond, wil je dat ik vaker van dit soort 25 à 30 minuten episodes maak, doe er een duimpje omhoog. Hopelijk kunnen we weer de 100 likes halen. Tot de volgende keer bij meer Feed the Beast. Peace, jongens.